Bekende econoom die beweert dat hij weet waarom de criminaliteit is gedaald. Dat zal komen omdat abortus gelegaliseerd is in 1973. 20 jaar later heb je dan veel minder ongewenste zonen op straat en dan wordt het veel veiliger. Hoe komt het dat criminaliteit de laatste tijd enorm daalt? De Universiteit van Nederland presenteert criminoloog professor Dr. Jan van Dijk. Ik herinner mij nog heel goed rond 1990 hoe onveilig het was bij de Nieuwmarkt en op de Zeedijk. Dat was eigenlijk een gebied waar je als burger gewoon niet meer kon komen. Dat werd geheel beheerst door de drugshandelaren. En er werden zoveel mensen beroofd in de avonduren dat het gemeentelijk vervoerbedrijf geen andere mogelijkheid meer zag dan om het metrostation Nieuwmarkt te sluiten. Dat metrostation waar u nu vaak komt, dat is jarenlang dicht geweest. Omdat de politie niet meer kon instaan voor de veiligheid bij dat metrostation. Dan ziet u hoezeer de overheid eigenlijk in de verdediging was gedrukt door het criminaliteitsprobleem. En dat was 1990. Nou, komt u nu eens op de Nieuwmarkt. Een van de meest idyllische plekjes van Amsterdam. Allemaal gezellige provinciaalse echtparen die daar cappuccino drinken. Er is geen junk meer te zien. Een totaal ander plaatje dan in 1990, zoals ik het daar nog heb meegemaakt. En dat is niet alleen iets wat in Amsterdam is gebeurd. Times Square in New York, precies hetzelfde. In 1990 werd je er niet alleen beroofd, maar ook nog doodgeschoten. Dat hadden we hier dan iets minder. Levensgevaarlijk, grote stukken van New York. Ik heb dat ook nog meegemaakt. Je durfde daar eigenlijk niet te komen. Nu volledig veilig, helemaal niets aan de hand. Net zo veilig als Amsterdam, misschien zelfs nog wel iets veiliger, New York. Hoe is dat te verklaren? Dat is toch een gigantische ommekeer in de veiligheidsproblematiek in de westerse wereld. Succes heeft natuurlijk vele vaders. Er zijn allerlei mensen die claimen dat het aan hun briljante beleid te danken is dat het nu veiliger is geworden. En de bekendste kampioen eigenlijk van de veiligheid was burgemeester Giuliani van New York. Die verklaarde aan de hele wereld dat het dankzij zijn fantastische zero-tolerance-beleid was dat het nu veilig was geworden in New York. Onze kroonprins ging op bezoek bij burgemeester Giuliani omdat hij daar ook wel eens het zijne van wilde weten. Wat Giuliani even vergat erbij te zeggen is dat de criminaliteit in New York al lang aan het dalen was voordat hij burgemeester werd. Al een jaar of vier. En dat in alle andere grote steden van de Verenigde Staten, bijvoorbeeld Boston, de criminaliteit ook heel sterk was gaan dalen. En daar werd helemaal geen zero-tolerance beleid gevoerd. Dus erg overtuigend is die claim van Giuliani volgens mij niet. Veel Amerikaanse politici hebben gezegd, oh, maar wij weten wel waarom het veiliger is geworden. Dat is omdat wij tegenwoordig levenslange gevangenisstraf opleggen aan recidivisten. Het zogenaamde three strikes and you are out beleid van Ronald Reagan. Dat zou eigenlijk de trick zijn waardoor het zoveel veiliger is geworden in de Verenigde Staten. Maar op zijn Engels, again, then again. Het is in Nederland ook veel veiliger geworden en wij geven geen levenslang aan recidivisten. Er zijn zelfs Europese landen zoals Frankrijk, Italië, Finland, waar het aantal gevangenen per 100.000 de afgelopen 20 jaar juist is gedaald. In Finland zelfs bijna gehalveerd. En toch zie je in die landen dezelfde enorme ommekeer, het veel veiliger worden van de grote steden. Precies hetzelfde als in New York. Er zijn ook meer originele, buitennissige verklaringen. Er is een bekende econoom die beweert dat hij weet, beter dan de criminoloog, waarom de criminaliteit is gedaald. Dat zal komen omdat abortus gelegaliseerd is in 1973. En redeneert meneer Levitt, 20 jaar later heb je dan veel minder ongewenste zonen op straat. En dan wordt het veel veiliger. Een interessante theorie. Hij heeft natuurlijk ook bewezen met zijn statistische model
Maar wat hij vergeet is dat in Canada en de abortus op een heel ander jaar is geliberaliseerd. In Engeland en Nederland was het al eerder. In andere Europese landen is de abortus überhaupt nooit geliberaliseerd. En toch zie je in al die landen dat het veel en veel veiliger is geworden. Dus ook die hypothese van Levitt is niet erg goed empirisch onderbouwd. Nou, dan kom je echt een beetje bij de fringe, bij de een beetje exotische theorieën. Daar is de theorie dat het zoveel veiliger is geworden omdat we nu minder aan loodvergiftiging lijden. Er zit minder lood in de benzine en in de verf. En daarom zouden wij minder agressief zijn geworden. Nou, daar geldt ook weer voor dat het hoeveelheid lood in de benzine en in de verf en in de pijpleidingen per land natuurlijk enorm verschilt. En dat dat dus ook geen verklaring kan zijn voor die universele daling van de criminaliteit in de hele westerse wereld. De laatste hypothese die ik hoorde een paar weken geleden op de Universiteit van Nottingham, die is dat het veel veiliger is geworden in de westerse wereld vanwege de obesitas. Mensen zijn tegenwoordig gewoon veel te zwaar geworden om nog delicten te kunnen plegen. Dit was in Engeland. En als bewijs voor deze stelling had hij wel wat statistieken. Maar voor hem was eigenlijk cruciaal dat je dit al bij Shakespeare kan lezen. In Julius Caesar zegt Julius Caesar namelijk dat Cassius, he has a lean and hungry look. He thinks too much. Such men are dangerous. Dus hij zei, als Shakespeare wist al dat magere mensen, dat je daarmee op moest passen. Leuk gevonden, maar ik vind toch niet helemaal echt denderend empirisch bewijs. Maar wat is er dan wel aan de hand? Dat is natuurlijk de grote uitdaging. En dan is het eerste wat we moeten doen is zorgen dat we echte, goede, betrouwbare cijfers hebben over de criminaliteit. Van oudsher, wanneer een criminoloog of een journalist of een politicus iets wil weten over hoe staat het nou met de criminaliteit in een land, dan kijkt hij naar de cijfers van Interpol over het aantal ter kennis van de politie gekomen misdrijven. Aantal misdrijven bij de politie geregistreerd per 100.000 inwoners. En dan ziet u, dat is in Zweden verreweg het hoogste. Dus Zweden is echt relatief onveilig. Ook Denemarken. Kunt u beter niet op vakantie naartoe. Nederland komt er ook niet al te goed af. Hier, Nederland. Ook een van de meest onveilige landen ter wereld. Vele malen onveiliger dan in Colombia of Oeganda. Een uniek geval van een bijna misdaadloze samenleving is Albanië. Dat had u niet gedacht. Toch is dat wat Interpol laat zien. Dit is natuurlijk niet geloofwaardig. Iedereen voelt aan, dit is een lachspiegel van de werkelijkheid. Dit kan niet kloppen. Helaas hadden we tot voor kort niks anders. Dus dan gingen toch alleen mensen hier colleges over geven. En politiecommissarissen natuurlijk uit Albanië roepen dat zij het bijzonder goed deden. De verklaring is, ik denk dat iedereen dat wel zal begrijpen, de Zweedse politie is gewoon de meest accurate politie van de wereld. Daar hebben ze een boekhouding die echt picobello in orde is. En daarom krijg je dit beeld. Als je echt wil weten hoe het met de criminaliteit staat, dan moet je een slachtofferenquête houden. En dat moet je dan bovendien in alle landen op precies dezelfde manier doen. En dat is een initiatief wat ik 25 jaar geleden heb genomen met een aantal collega's. Wij voeren tegenwoordig iedere 5 jaar een internationale gestandaardiseerde slachtofferenquête uit. En dan ziet u hier de percentages van de bevolking die slachtoffer is geworden van een misdrijf het afgelopen jaar. En dan ziet u, dat zijn deze percentages. Dat is dus een heel ander beeld. Het is diametraal tegenovergesteld. Het zijn landen als Colombia, Oeganda, waar het meeste criminaliteit is. En landen als Zweden, Denemarken, Nederland, daar is de criminaliteit eigenlijk modaal. Dus een totaal ander plaatje dan wat we altijd hebben geloofd toen we nog vertrouwden op Interpol. Overigens, nadat ik dit had gepubliceerd met mijn collega's, heeft Interpol wijselijk besloten om die data van de website af te halen. Dus je zult ze daar ook niet meer vinden.
Kortom, het punt was kennelijk wel gescoord bij Interpol. We hebben die internationale slachtoffer-enquête inmiddels 4 keer herhaald. Dus we kunnen nu ook iets zeggen, niet alleen over het niveau van de misdaad in allerlei landen, maar ook over de trends, over het verloop. En dat is de volgende figuur, die laat zien hoe het met de ontwikkeling van de criminaliteit is gegaan. Niet volgens de politiestatistiek, maar volgens de internationale slachtoffer-enquête. En dan ziet u hier dat de eerste keer dat wij dat deden, dat was in 1988. Toen we dat voor de tweede keer gingen doen, 4 jaar daarna, toen was de criminaliteit in Amerika al aan het dalen. En die is daarna fors gedaald. In Europa ging de criminaliteit nog een tijdje omhoog. De tweede keer dat we het deden, de derde keer was het een beetje stabiel. En daarna ging het ook in Amerika omlaag. En mijn conclusie is dus dat we nu echt absoluut zeker weten, op basis van de slachtoffer-enquêtes, dat de misdaad aanvankelijk nog behoorlijk is gestegen in de jaren 90. En zo in 1995 al begint te dalen in Amerika en zo in 2000. Dan begint die daling in Canada, in Australië en ook in alle grote West-Europese landen, inclusief Nederland. Dus we hebben te maken met een crime curve. De enquêtes werden nog niet uitgevoerd in die tijd daarvoor, maar ik kan u vertellen op grond van andere informatie dat de misdaad is eigenlijk pas echt gaan boomen zo rond 1965. Is toen blijven stijgen zo ongeveer tot 85. Toen vlakt het wat af. En zo rond 2000 dan gaat dus eigenlijk de misdaad in de hele westerse wereld in een vrije val. Als je dat aan een criminoloog vraagt, dan zal die zeggen, ja, dan moeten we dus zoeken naar een universele factor. En dat zal dan wel de economische cyclus zijn. Want de economische cyclus is inderdaad in alle westerse landen na de Tweede Wereldoorlog zo'n beetje hetzelfde gelijk opgegaan. In Amerika ietsje eerder kwam de welvaart. En daarna is er overal zijn er crises geweest. En nu zitten we midden in een crisis. In ieder geval nog in Europa. Criminologen hebben van oudsher altijd gedacht, misdaad wordt vooral veroorzaakt door armoede en sociale ongelijkheid. Dat is de drijvende kracht achter criminaliteit. Maar denkt u nou eens aan de crime curve, waarvan we nou absoluut weten hoe die eruit ziet. De misdaad is juist gestegen in de tijd dat onze landen steeds welvarender werden. En ook de ongelijkheid aanzienlijk minder werd. Juist in de boomingjaren tussen 65 en 85 zie je ook een crime boom. En wanneer het minder gaat met de economie, zo zeg vanaf 2000, dan zou er dus veel armoede moeten zijn en ongelijkheid, zou de criminaliteit moeten stijgen. Helemaal niet gebeurd. De misdaad trekt zich van de economische cyclus in dat opzicht helemaal niets aan, gaat kennelijk zijn eigen weg. Dus de dominante theoretische verklaring van de criminologie, hè, armoede veroorzaakt misdaad, die is totaal in gruzelementen door de ontwikkelingen van de criminaliteit de afgelopen 3 decennia. Al die handboeken moeten worden herschreven. Iedereen die er even over nadenkt, die zegt, ja, maar dat verhaal van u, dat klopt gewoon niet. Een andere factor die wel universeel is, en die zou dus ook wel een verklaring kunnen zijn, dat het in alle westerse landen omlaag is gegaan, dat is de demografische verschuiving, de vergrijzing. Ik had het er net over dat zwaarlijvige mensen niet zoveel misdrijven plegen. Nou, dat geldt meer in zijn algemeenheid, niet voor zwaarlijvige, maar wel voor oudere mensen. Criminaliteit wordt vooral gepleegd door jongeren. En zelfs door hele jongeren. De piek ligt zo rond 20 jaar. Daarna begint het al. Je zal weinig inbrekers tegenkomen die ouder zijn dan 35. Die zoeken ander emploi. Die gaan niet meer 's nachts de straat op om in te breken. Dus de vergrijzing van de samenleving zal inderdaad wel een rol gespeeld hebben bij die daling van de criminaliteit. Maar de daling die wij gezien hebben, het totaal veilig worden van de Zeedijk, dat kan niet verklaard worden door die toch vrij beperkte demografische verschuiving. Dat kan misschien 10% van die daling verklaren, maar toch niet meer. Dus voor de criminologen die nu onderzoek doen, die nu reflecteren op de daling van de criminaliteit, blijft dit toch echt wel de grote uitdaging. Giuliani heeft niet gelijk, het lag niet aan Ronald Reagan, want wij hebben ook geprofiteerd van die daling. Maar wat is nou toch die mysterieuze
universele, overal optredende kracht die precies bepaalt dat in 95 en in 2000 die criminaliteit overal in de vrije val gaat. Dat raadsel, dat hoop ik in het volgende college voor u op te lossen.